Jerome Powell probeerde de markt de afgelopen week nog een beetje in te tomen door erop te hinten dat misschien nog wel in de toekomst een renteverhoging nodig zal zijn om de inflatie in te dammen. Maar of dat lukte. Hi, mijn naam is Peter Meijburg van slimmermetopties.nl. Als je het gevolgd hebt, dan hoorde je misschien Powell al roepen vorige week dat, dat er misschien nog wel een renteverhoging moet gebeuren. Want de inflatie zit nog steeds niet op 2%. Maar ja, beleggers die hechten daar niet heel veel geloof aan. Sterker nog, je hoort nu alweer verhalen en je leest berichten online dat veel beleggers alweer rekening houden met een renteverlaging. Nou ja, zo zie je. Beleggers die zoeken continu naar dingen waar ze zich aan kunnen vasthouden. Maar ja, goed, als we kijken naar de SPY hier, dan zie je dat die al 2 weken natuurlijk als een raket is gegaan. En ja, hij is nu ook door dat weerstandje gebroken van, 4,38. En als ik hier nog een lijntje trek, een dalende trendlijn over die hoogste punten, dan zie je dat die SPY, en dus ook de S&P 500, nu wel op een cruciaal punt is aanbeland. Want ja, één moment door zo'n weerstandje zegt natuurlijk ook nog niet alles. Het kan heel goed zijn dat beleggers komende week misschien nog even de kat uit de boom kijken. Daarover straks nog wat meer. Maar in ieder geval zit die koers nu op een cruciaal punt. En we moeten gewoon toch eventjes kijken maandag, dinsdag hoe dat verder gaat. Ik leg eventjes mijn notities hier en dan gaan we kijken nog naar de Qs, de ETF van de Nasdaq. Nou, ook hier heb ik zo'n dalende trendlijn getekend en je ziet 1, 2, 3, 4 dagen is die daar nu al boven gesloten. Ja, dus die hele technologie sector die doet het toch wel erg goed. Zal misschien ook te maken hebben met de rente. Zoals je weet stond die heel even boven de 5% en nu, ik dacht ergens in de buurt van de 4,6, dus die is er ook al wel weer gedaald. Ja, en dat is natuurlijk over het algemeen goed, hè, voor die groeiaandelen, die tech-aandelen. Dat maakt geld lenen wat aantrekkelijker. Lagere rente, dus ja, de hele Nasdaq en dus ook de ETF heeft het heel goed gedaan tot nu toe. En als we kijken naar de Dow, ja, je ziet die heeft toch wel moeite om dit niveautje te doorbreken. Je zag al dat vrijdag ook wel weer wat verkopers in de markt stapten. Dus een beetje onduidelijk. Maar goed, al met al toch 1% erbij. Even kijken hoe dat hier zit met die dalende trendlijn. Ook hier zo'n cruciaal punt, hè. Je ziet de kruising van de wegen. Dus ook hier wordt het spannend of het lukt om verder naar boven uit te breken. Ja, en dan hebben we nog IWM, hè. Die doet het toch echt nog niet zo goed. Dat is de ETF van de Russell 2000, de midcap. Nou, je ziet, die heeft toch echt wel moeite om die stijgende trend weer op te pakken. En dat vindt toch altijd wel een beetje een twijfelachtig iets. Want als je, als er sprake moet zijn van een gezonde boeltrend, dan moet toch echt wel die midcap ook meestijgen. Maar goed, ja, dat is dus voorlopig nog niet het geval. Je zag wel hier een aantal dagen voor, of de week ervoor, van die gaps omhoog. En toch stapten er weer verkopers in, begin van de week. Kortom, die doet nog niet echt lekker mee. Dus dat is eventjes een kleine smet op het geheel. Nou, GLD. Nou, je ziet naar die behoorlijke stijging van begin oktober nu een retracement, een correctie. En dat is eigenlijk, voorlopig ziet dat er eigenlijk nog heel bullish uit. Want vaak zie je na zo'n correctie dat die koers weer verder stijgt. Die koers zit ook boven het MA 50 en is afgeketst op dat MA 200. Je ziet dat vrijdag die koers er ietsje onder kwam en meteen stapten er alweer kopers in. Kortom, dit ziet er op zich best goed uit. Zilver, ziet er wat minder uit nu. En zilver is nu een beetje hier op zo'n ook een cruciaal punt aanbeland. Je ziet dat die koers
hier belanden op dat punt. En hier nog een keer. En even kijken, hier nog een keer. En ja, nu is die dus eigenlijk aanbeland weer op dat niveau. En ja, als die koers daar stand weet te houden, dan ja, misschien dat die koers nog wat zijwaarts gaat of verder stijgt. Maar als die maandag, dinsdag hier doorheen gaat, dan ja, ligt het eerste steunniveau zo rond de 19, denk ik. Dus dan kan er nog wel zo'n anderhalve dollar van de koers af. Dus ook hier spannend om in de gaten te houden. Even kijken naar de AEX, die heb ik hier staan. Nou, donderdag zag je een hele mooie dag. Vrijdag ja, was eigenlijk een onbesliste dag. En ik denk dat ja, ook die AEX nu op een belangrijk punt is aanbeland. Zo rond de 750. Ik denk dat daar wel een weerstand ligt. Maar goed, ja, op zich zag dit er wel bullish uit. En ook hier is het afwachten of we door die 750 gaan breken. En dan kunnen we weer verder omhoog. Wie weet, eind van de eindejaarsrally misschien naar het hoogste punt weer van sorry, eind juli van dit jaar. Moeten we even afwachten ook. En dan hebben we nog de Eurostox. Nou, de Eurostox vind ik er niet heel bullish uitzien. Ik heb hier zo'n trendlijntje ook weer getekend boven die dalende toppen. En het is nog niet gelukt om daar doorheen te breken. Dus ook hier is het afwachten of die Eurostox nou eindelijk weer eens gaan meedoen. Voorlopig ziet dat er nog niet naar uit. Nou, de VIX. Even kijken, ik doe het verkeerd. Ja, ik kan hem hier ook laten zien, maar ik ga maar even weer terug naar mijn TC2000. De VIX die is weer gedaald. 7,3% weer ging er af vrijdag. En ja, die VIX die zit nu weer in de lagere regionen, zoals je ziet. Dus ja, wordt het voor de optieschrijver misschien iets minder aantrekkelijk, want de premies worden wat lager. Blijkbaar maken beleggers zich op dit moment niet zo heel veel zorgen. Maar ja, goed, de contraire belegger die kijkt natuurlijk dan juist de andere kant op. Juist als iedereen weer een beetje in slaap is gesust, dan wordt de kans misschien groot op weer een verdere daling van de beurzen. Ja, en met al die geopolitieke onrust die er nu aan de hand is, zou dat natuurlijk zomaar weer eens kunnen. Dus het blijft altijd weer oppassen. Voor ik het vergeet, abonneer je eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En klik ook even op het belletje. Hè, dan krijg je automatisch een seintje als ik weer een videootje upload. Dan kijk ik in de tussentijd nog eventjes naar een berichtje over Moody's. Waar had ik dat? Hier. Ook wel weer interessant. Moody cuts US outlook to negative, citing deficits and political polarization. Dus ja, Moody, dat ratingbureau, heeft dus een negatieve ja, outlook uitgegeven voor Amerika. Ja, de regering heeft, als ik het goed begrepen heb, tot vrijdag weer genoeg geld. En dan wordt het weer spannend. Dus dan moeten we weer kijken of dat weer opgelost kan worden. Nou, meestal gebeurt dat natuurlijk wel. Maar het kan zijn dat hierdoor beleggers misschien toch een beetje gas terug gaan nemen komende week. Dus dat moeten we eventjes afwachten. Nou, voor de rest, ik heb hier iets genoteerd nog. Heb ik even gekeken welke aandelen, of eigenlijk liever gezegd welke sectoren nou vanaf augustus van dit jaar, hè, dus de tweede helft van dit jaar, het beste en het minst goede hebben gepresteerd. Nou, als ik eventjes kijk naar de best presterende, dan kom je dus op SMH. Die heb ik al eens vaker laten zien, hier een dalende trendlijn. En daar is SMH, dus de ETF van de halfgeleiders, de semiconductors, is daar duidelijk uitgebroken. Dus ja, die koers die is hard op weg naar dit niveau van 100, ja, 161 nog wat. Dus die heeft nog best wel $4 te gaan, denk ik, de komende week of weken. Dus die heeft het vanaf augustus eigenlijk het best gedaan van de ETF's. En als goede tweede, XLK, dat is natuurlijk een sector die daar eigenlijk natuurlijk wel erg veel mee te maken heeft. Ook hier zie je een enorme stijging van, nou wat is het, 3, 6, 8, bijna 10 dagen op rij bijna gestegen.
en is nu bijna aanbeland bij de 181. En ja, je mag verwachten, of het waar is weet ik niet, of het gebeurt, maar je mag toch verwachten dat we nu wel een kleine, ja, misschien een kleine correctie of een zijwaartse beweging gaan zien. Want meestal is dat niet houdbaar, zo'n enorme stijging gedurende al die dagen. En ja, dat is natuurlijk onder andere ingegeven door zo'n aandeel als Adobe. Zie je, die heeft het de laatste tijd heel goed gedaan. Of Nvidia is ook onderdeel van deze ETF. Zie je, heeft het ook goed gedaan. Maar goed, ja, aan de andere kant, Hewlett Packard is daar ook onderdeel van. En je ziet, die heeft het toch aanmerkelijk minder gedaan. Er kwam wel weer 2% bij, ruim vrijdag, maar goed. Even kijken, de andere die ik hier heb, XHB, is ook een hele bekende ETF, de Home Builders. En ja, als je dus kijkt vanaf augustus, hè, dus vanaf dit moment, is die natuurlijk nog lang niet weer op de 84 beland, maar relatief heeft hij het dus, zit hij in de top 3 van de best presterende ETF's vanaf 1 augustus. En ik had nog eventjes binnen deze ETF 2 aandelen die ik wel interessant vond. Als je kijkt, deze TT, Trane Technologies, enorme stijging, zie je dat? Dus wie weet gaat dit nog wel een stuk verder. En een andere hele bekende is natuurlijk Toll Brothers. Nou, je ziet Toll Brothers, koers is gedaald tot precies op het MA 200, hard gestegen. En nu zie je zo'n, ja, zo'n kleine correctie. En dit ziet er op zich toch ook wel weer bullish uit. Kijk, als dit nou een hele diepe correctie zou zijn, maar dit is een ja, hele, ja, je zou kunnen zeggen, een rustige correctie. Dus misschien gaat deze ook nog wel weer verder omhoog. En als ik dan kijk naar de 3 minst presterende ETF's vanaf augustus, dan kom je dus uit op de biotech. Maar goed, aan de andere kant is dat toch wel weer interessant om eens als een contraire belegger of handelaar te kijken. Want als je nou binnen deze sector kijkt, dan heb je bijvoorbeeld dit aandeel, Biogen, dat is een hele bekende. En als ik dan uitzoom, dan is het wel aardig om te zien dat precies op dit moment, hier, op dit punt hier, die gap van, wat was het, oktober 22, nu zo gevuld is bijna. Dus misschien dat die koers nog een paar dollar tot de 220 kan dalen. En dan ben ik heel benieuwd hoe beleggers hierop reageren. Misschien dat er dan toch ja, de grote institutionele jongens gaan instappen, voorzichtig. Want ja, die koers is natuurlijk van 320 nu naar 224 gedaald. Dus dat is een heel eind. En toch een heel bekend toonaangevend bedrijf. Dus goed om in de gaten te houden. Dan hebben we nog XLU. Die staat hier nummer 2. Zie je, als minst presterende. Dus als we die laten zien, dan ziet dat er zo uit. Dus ja, even kijken. Vanaf augustus zal ik, hè, dus even kijken, vanaf dit hoogste punt ongeveer hier. Nou ja, behoorlijk gedaald. Alleen ja, die koers zit nu wel boven dat MA20 al. En binnen deze sector heb je dan onder andere Dominion Energy. En ja, dat vond ik er ook wel weer aardig uitzien. Ik zal hem even op de weekgrafiek zetten. Nou, dan zie je dat die koers die zit nu hier. En even kijken of ik dit nog wat verder kan. Je ziet eigenlijk dat, even kijken hoor, als ik nou hier dit laagste punt pak, dan zie je, hij is natuurlijk nog wel wat verder gedaald, maar ik denk toch dat, ja, misschien hier ook wel een diep punt bereikt kan zijn. En je ziet, ja, vanaf 90 naar 45, dus er is heel wat vanaf, de helft is van die koers afgegaan. Dus ook weer een goede om in de gaten te houden. Het kan natuurlijk zijn dat die nog verder gaat dalen. Maar ja, ik denk dat dit toch wel een punt is. Een belangrijke steun. Dus goed om in de gaten te houden. En even kijken. Dan hadden we nog XLV. Dat is ook dan de top 3
Even kijken, die had ik hier staan. Ja, XLV, top 3 minst presterende sectoren. En wat hier wel weer interessant is, is dit is de weekgrafiek. Die sector is natuurlijk na stijgingen heel lang zijwaarts gegaan en is nu precies aanbeland op het MA200. En ik ben heel benieuwd of dit als steun gaat fungeren. Dus ook deze vind ik wel interessant om in de gaten te houden. Een beetje contrair denken. Dus aandelen, sectoren die hard zijn afgestraft, om die in de gaten te houden en kijken of er misschien een omkering in zit. Even de daggrafiek. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Interessant om een aantal van dit soort aandelen en sectoren in de gaten te houden dus. En dan gaan we volgende week weer kijken wat beleggers er dan weer van weten te bakken. Bedankt voor je aandacht en ik hoop je volgende week weer terug te zien. Tot dan, dag!